begin van de 20e eeuw raakte de oude algemene begraafplaats aan de Bergweg in Zeist, die begon vol te raken. En men zocht naar een plaats in Zeist waar men een grotere, nieuwe algemene begraafplaats kon maken. De gebouwen bij de oude ingang die zijn naar een ontwerp van de gemeentearchitect Meerdink. Het landschapsontwerp is van de hand van de Smitskamp, Zeister tuinarchitect. Smitskamp die heeft het ontworpen rond een 18e eeuws pad wat evenwijdig aan de Woudenbergse weg liep in de richting van dorp Zeist. En daarbij passen ook een aantal zichtassen. Vanaf de oude ingang kan je rechtstreeks kijken naar de aula en aan de andere kant van de aula wordt die zichtas voortgezet. Maar ook overdwars is nog een zichtas te zien en dat herhaalt zich bij de aula. Dit oudste gedeelte kent net als de oude begraafplaats op de Bergweg ook familiegrafkelders van de adel en de dubbele namen. De grafkelders van de familie van de Pol, de drie stuks, bekend eigenlijk als oprichters van het Zeister Historisch Genootschap. Daar vinden we ook Labouchière, die in 1924 het Zeister slot aan de gemeente verkocht. De familie de Wettstein-Viester, de grondeigenaren van de grond tussen Zeist en Bunnik, die later of voor de uitbreiding van Zeist aan de gemeente Zeist verkocht is. Op 5 april 1945 zijn in Den Dolder, nabij de Soestdijkerweg, 10 mensen terechtgesteld, zoals ze dat dan noemden. Maar ze zijn daar omgebracht door de Duitse bezetter. 8 daarvan vinden we hier begraven en ieder heeft zijn eigen grafsteen. En iets bovenin die steen geeft iets weer van de persoon die er begraven ligt. Er staat bijvoorbeeld dat iemand bijzonder lief was, daar is een hart als symbool opgenomen. Er is iemand die geboren is in Leiden, daar vinden we het Leidse wapen met de sleutels bovenin. Er is iemand die in het leger was, daar vinden we een kanon bovenin. En zo heeft ieder zijn eigen teken gekregen. De graven worden onderhouden door een van de Zeister basisscholen. En ieder jaar worden daar rond Bevrijdingsdag bloemen gelegd. Het graf van Harry Banning is een heel bekende componist, is een heel bijzonder graf. Hij is bekend van zijn samenwerking met Annie M. G. Schmid van Ja Zuster, Nee Zuster en Wim Sollerveld en Klokhuis. Er zijn 5 elementen op dit graf. Het ene is een schaal waarin vogels kunnen baden. Het andere een soort urn, maar het is geen urn, wat de vruchtbaarheid moet symboliseren. En een paprika waar bloemen op gestaan. En dan tenslotte 2 kazen waarop de naam en de data staan van Harry Banning en zijn daarna overleden vrouw. Anne de Vries is in 1964 hier begraven toen hij op 60-jarige leeftijd overleed. Anne de Vries was een schrijver, bekend van Badje en het Bid niet voor bruine bonen, dat uitspraak die kent iedereen. Zeist heeft verschillende voorzieningen voor urnen. De oudste is de zogenaamde urnenmuur die aan het begin van de 70 jaren is gemaakt. Van latere datum is de weer aan de andere kant van de aula gelegen urnentuin waar nog volop plek is. Heel bijzonder in Zeist is dat er een groot aantal, men zegt wel meer dan 100, gemetselde graven zijn. Dat is met name ontstaan in de 30e jaren, de crisistijd van de vorige eeuw en ook in de tijd vlak na de oorlog. Wij zien hier het graf van de familie van Wichelinkhuizen, bekende Zeister aannemersfamilie en die kennelijk zelf hun graf ook hebben gemetseld.
We staan hierbij het monument wat herinnert aan de uitgestrooiden en degenen die begraven zijn in een naamloos graf. Dat laatste moet ik verduidelijken. Dat zijn dus personen waarvan de resten zijn opgegraven omdat het grafrecht verlopen was en verzameld zijn in verzamelgraven die er zijn op deze begraafplaats. En wat je eigenlijk ziet, dat is het mooie daarvan, zijn twee figuren die elkaar vasthouden en de tussenvorm is een hart. Het is gemaakt door de Kingma en dit is een paar jaar geleden op initiatief van onze vereniging, de vereniging Betrokkenen Gemeentelijke Begraafplaats Zeist, is dat hier geplaatst.